onze eerste echte repetitie met de hoofdcast van Marie-Antoinette. En we doen een lezing om te zien dat de woorden die in het script staan, dat die allemaal goed bekken. En dat er ook dingen moeten aangepast worden of zo. Dat is wat we eerst doen. En dan zijn we ook al wat liedjes aan het repeteren om erin te komen. Wat gaat er gebeuren? Hier gaat een groot muzikaal spektakel komen in augustus, september. Augustus repeteren wij hier een ganse maand. Ja. En dan is er een groot spektakel rond Marie-Antoinette, ooit koningin van Frankrijk, die onthoofd is. En wij spelen het stuk van Marie-Antoinette, waar wij wel laten zien hoe zij was. Dat zij anders was dan de mensen wel dachten. Ja. Ja. Hoe wordt de historische accuratesse van het leven van Marie-Antoinette gewaarborgd in deze nieuwe versie van de musical? Ja, het is zo, wij heten Historalia, dus we moeten wel zorgen dat alles wat wij doen, dat het toch een beetje historisch juist is. Dat proberen we ook wel te doen, maar er zitten ook een aantal fictieve figuren natuurlijk. En de mensen van de revolutie zijn fictieve figuren, maar het is echt wel zo gegaan. Het is niet dat wij zomaar wat verzinnen, dus al wat er gezegd is over Marie-Antoinette, door hun, dat is ook effectief gezegd, dat hebben we ook gevonden in boeken. Dus historisch is het wel correct. Maar we kunnen natuurlijk niet alles belichten. We moeten bepaalde accenten leggen. En dat we hebben eigenlijk vooral gezocht naar de mens achter Marie-Antoinette. In hoeverre verschilt deze nieuwe versie van de originele productie uit 2014? We hebben ingekort, het is 20 minuten korter dan vorige keer, dus we hebben de beste stukken eruit gehaald natuurlijk. En we hebben ook nieuwe arrangementen gemaakt, dus de muziek is veel sterker geworden. We hebben het ook opgenomen met een symfonisch orkest in het buitenland, met 40 muzikanten. En, dus het gaat nog veel mooier klinken en er zit ook iets meer humor in. Iets meer humor? Ja. Want een zak. En kunt u daar een tipje over, een tipje van de sluier belichten van wat humor? Ja, humor bijvoorbeeld, er is koning, dat kroonprins eigenlijk, die de opvolger is. En die moet een kind maken met Marie-Antoinette. En wij gaan dus een scène spelen dat ze in bed zitten en dat ze een kind moeten maken. En daar staan 20 edellieden rond die dus een lied zingen en daar met heel veel humor naar zitten te kijken. En dat lukt natuurlijk niet, hè, want die zijn er niet klaar voor, want ze zijn maar 16 jaar. En de koning, de kroonprins die vertrekt, die zegt ik ga sloten maken, want ik jaag liever op beesten als op vrouwen. Dus die is daar helemaal niet klaar voor. En Marie-Antoinette eigenlijk ook niet. En dat is al bijvoorbeeld een heel ludiek momentje ertussen. Ja. Welke aspecten van Marie-Antoinette's leven worden in deze nieuwe versie extra belicht? In deze nieuwe versie? Dus ik zeg het juist, het is we gaan vooral kijken naar het figuur achter Marie-Antoinette. Waarbij ze in het begin heel jong was niet opgeleid. Ze was de jongste van de 16 kinderen of zoiets van de keizerin. Ze was totaal niet voorbereid om koningin te worden. Heeft ze dat dan toch gedaan. Ze is zomaar ingegooid eigenlijk. En ze moest direct kinderen maken, want dat was de bedoeling om het keizerrijk te vergroten. En dan laten we zien hoe dat ze zich daarbij voelde. Ze vond helemaal maar niks. Ze ging veel liever feesten in het begin. En dan uiteindelijk had ze daar ook geen zin meer in en is ze eigenlijk gewoon op een boerderij gaan wonen. Ze heeft een heel boerendorp gecreëerd, naast het paleis, en ze is met haar kinderen in die boerderij gaan leven. Maar dan zijn er door de revolutionairen hebben ze heel veel kritiek gegeven op haar, heel veel dingen gezegd die helemaal niet waar waren, van incest, ze heeft met haar kinderen dingen verkeerd gedaan. Er zijn allemaal dingen gezegd die helemaal niet waar zijn, uitgevonden zijn, en dat gaan we echt belichten, hoe dat bij haar overkwam. Dat is eigenlijk ook een hedendaags verhaal, dat mensen heel dikwijls dingen zeggen die helemaal niet gestoeld zijn op feiten, maar ik denk dat wel, ik heb mijn mening, Facebook en zo, sociale media. Het is eigenlijk ook een beetje een hedendaags verhaal. Hè? Ja. En dat willen we toch wel beklemtonen van voor haar, want ze was wel een vrouw van veel liefde en dat er nu toch ook veel haat was. Ja. Revolutie is ook wel veel haat. Ook al hadden mensen terecht, kwamen ze terecht op voor het feit dat ze honger hadden en er niet goed eten was. Maar was dat dan de schuld van Marie-Antoinette? Maar ze zoeken altijd een schuldige. En was het de schuld van Marie-Antoinette? Volgens mij niet. Nee, ik denk dat ze in een cocoon zat, dat ze gewoon niet wist hoe dat het leven, hoe dat de bevolking leefde. Die zitten zo'n cocoon, als die wordt aangekleed, stonden daar 15 edellieden op te kijken. Als die at, waren dat 20 anderen en die betaalden daarvoor. En s'avonds ging die in bad, zaten daar weer andere edelingen op te kijken. Niks privacy. En die zat in een cocoon, die werd gewoon geleefd. Die wist niet wat er gebeurde.
Eigenlijk ongelooflijk triest verhaal. Een triest verhaal, die was ook eenzaam en die zegt, het is niet omdat je in de wereld zit dat je het allemaal zo goed hebt. Het zou geen koning willen zijn. Mensen staan daar niet altijd bij stil. Staan hier bij stil. Nee. Ja. Hoe heeft Lisbeth Rozig zich kunnen voorbereiden op de rol van Marie Antoinette? Welke uitdagingen en inzichten heeft zij ervaren tijdens het proces? Kunt u dat een beetje inschatten? Ja, het is natuurlijk zo. We zijn pas begonnen. Hè? Dus we kunnen moeilijk zeggen dat ze al in een proces zit, want ze is eigenlijk pas gecast. Hè? Ja, ja. En dat is echt het ideale figuur voor Marie Antoinette. Ze is ook uit de streek, wat ook wel belangrijk is. Ze heeft al heel wat ervaring. Ze heeft bij ons al gewerkt bij Historalia. Met 1830 heeft ze meegedaan. Ik kende haar heel goed. En we hebben al haar twee liedjes horen zingen en ze kruipt er helemaal in. Gevoeld, ze gaat dat heel goed doen. Ja. Maar het proces, ja, dat komt nog, want we zijn pas aan de eerste repetitie natuurlijk. Ja, het is nog maar de eerste. Ja, kunnen moeilijk zeggen dat er een proces is. Ja, die proces moet nog beginnen. Ja. Zijn de muzikale nummers in de musical gebruikt om het verhaal en de emoties van de personages te versterken? Ja, dat is door het Symfonisch Orkest, wordt het allemaal veel groter, hè? En veel sterker. En van waar is het Symfonisch Orkest? In Bulgarije, dus bij het Symfonisch Orkest. En waarom in Bulgarije? Omdat daar veel te koop is als hier. Het is eigenlijk erg, maar het is minder dan een helft van de prijs en die mensen die doen niks anders. Ze zijn daar zo in, er komt Disney ook, die komen daar ook met een hele groep van Amerika. Dus die zitten elke dag, doen die daar producties. We zijn met ons technisch team, dus de componist, die is naar daar gevlogen met vliegtuig op hotel gegaan, hebben daar 3 dagen opgenomen en alles en close, is, case, alles is in orde. Klaar is Kees. Klaar is Kees. En die, en die hebben daar, de muziek is echt wel. Ik vind dat Sam Gevers toch wel de krak is in de emoties brengen. Dus telkens ook bij underscores bijvoorbeeld, als er een acteerstukje bij is, steken er nog wel eens een underscore onder, een muziekje onder. Dat geeft dat veel meer dimensie, veel meer kracht. Ja. Dus de muziek is echt wel, past er echt wel bij. Welke thema's of boodschappen wilt u dat het publiek uit deze nieuwe productie haalt? Ja, dat liefde sterker is dan haat, dat wordt op het einde ook gezongen. Dat is het finale lied, dat is het themalied ook.
dat zingt Marie Antoinette. Liefde is zoveel belangrijker en haat is zo vlug. Het is zo vlug dat iemand beoordeeld en veroordeeld wordt met mijn gedacht. En dat willen we wel meegeven. Denk eens twee keer na, voordat je iets zegt. Zie dat het, ja, ook al ben je boos, moet je niet altijd de schuldige met de grond gelijk maken. Zo gezegd de schuldige in jouw ogen. Want het kan ook wel eens verkeerd zijn. Hè? Het is niet dat uw gedacht altijd het juiste is. En ook vooral, ja, de liefde mag wel ja, wat meer aandacht krijgen, denk ik. En dat willen we geven. Laat elkaar graag zien. Hè? Welke aspecten van Marie Antoinette's leven vindt u persoonlijk het meest inspirerend en komt ook in deze musical aan bod? Hoe zegt u, sorry? Zeg welke aspecten van Marie Antoinette's leven vindt u persoonlijk het meest inspirerend? Interessant of inspirerend en komt ook in de musical aan bod? Ik denk haar liefde naar haar kinderen toe. Dus het tweede deel gaat echt heel veel over de liefde van haar kinderen. Ze sterft ook een van haar kinderen. De emotie die ze daarbij heeft is nog altijd het waar ik het meest van geraakt word, vind ik. Dat menselijke, dat ook heel dicht bij de mensen ligt. Hè. Revolutie, dat is allemaal wel goed, maar het moment dat je als mens iets meemaakt, en dan zie je echt hoe zij haar kinderen zo graag zien. En hoe warm het ook was. Ook had ze een man die ze helemaal niet lief had, want ze had een minnaar, Graaf van Verzen. Maar ze apprecieerde haar man wel. Vroeger waren koningshuwelijken was nooit gebaseerd op liefde. Maar ze haatten elkaar soms, maar dat was niet bij hun. Zij hebben elkaar gevonden in de jaren. Ze hebben elkaar gerespecteerd. Ze zijn eigenlijk meer vrienden geworden. Liefde is nog iets anders. Ja. Er was vroeger koning en koninginnen, die gingen allemaal, hadden allemaal minnaars en minnaressen. De liefde zat elders. Maar zij hebben elkaar al gevonden en dat is wel tof. Op het einde voel je dat ook, dat ze elkaar wel appreciëren. En als de koning naar de rechtbank moet en ze weten, ze gaan hem veroordelen tot de dood. Dat is voor Marie Antoinette heel erg. Dat laat ook allemaal zien. Dus dat menselijke aspect is toch wel belangrijk. En daarnaast hebben we grote choreografieën natuurlijk. Hè? Met een balmasqué met 50 dansers. Met allemaal maskers, chique kostuums, mooie pruiken en een chic decor. Dus het decor is ook magnifiek. Hè? Bovenaan op het grasveld hebben wij een heel mooi decor. Dat is dan het Oostenrijkse Hof, het Franse Hof. Dat veranderen we wel op een bepaald moment. Dit is hier de unieke locatie. Unieke locatie, hè. Ja, ja. Wat is de locatie hier eigenlijk? Ja, het is kasteel van Wijnendalen. Ja. En wij spelen aan de achterkant. Dus het publiek zit in de weide, ze kijkt toe. Ze ziet de achterkant van het kasteel, waar de privé is eigenlijk, op het grasveld. En daar wordt het Oostenrijkse Hof gebouwd. Een chique pilaren, een gewelf. Echt een heel mooi gebouw eigenlijk voor het kasteel, dat er ook wel wat bij past. En daar de beneden op het water maken wij pontons en op dat water wordt er eigenlijk een heel Parijs dorp gecreëerd met allemaal huizen zoals het vroeger was, steegjes, hè, met vuurkorven, fakkels, de sfeer wordt gecreëerd. We hebben ook nog een heel grote brug die over het water komt, zodat je naar Oostenrijks of helemaal tot op de oever kunt geraken. Maar we zien eigenlijk het contrast tussen het rijke en het arme. En hoe zijn de opzichten van elkaar staan, dus we gaan van het een naar het ander. Ik zie het al een beetje voor mij. Het ziet er heel mooi uit. Ja, het gaat heel mooi zijn. Ze gaan het hier nog nooit gezien hebben, ben ik zeker. Want we gaan er alles aan doen om iets prachtigs neer te zetten, waar dan mensen door geraakt worden. En met een dosis humor ook. Want het is niet alleen, onze mensen gaan zich wel amuseren en ook visueel getriggerd worden met schone dansen en schone. Op een bepaald moment is er ook een heel mooi stukje waarbij ze zingen, de poppen zijn aan het dansen, dat is spreekwoordelijk gezegd. En aan de andere kant zie je dan Marie Antoinette met haar kinderen die aan het kijken zijn naar poppetjes die aan het dansen zijn. Maar dan wordt dan, je ziet de revolutionaire, de poppen zijn aan het dansen. En dan gaan ze de poppen zijn aan het dansen. En dus één zie je het in het echt en het andere zeggen ze, nu gaan we er tegenaan. Want dan gaan ze pakken. Ja, hoe verweeft u dan dat tragische lot van Marie Antoinette met haar vermeende extravagantie en de periode van grote sociale verandering waarin zij leefde? Wacht, zegt er al die vragen nog? Hoe verweeft u dan het tragische lot van Marie Antoinette met haar vermeende extravagantie en de periode van grote sociale verandering waarin zij leefde? Is dat de manier
Ja, dus je ziet de twee eigenlijk. Het zijn twee verschillende werelden die niet weten van elkaar hoe ze leven. Ze kennen elkaar niet. Ze hebben een gedacht van elkaar. Marie-Antoinette staat er niet bij stil. Die zegt, oh, geef ze dan taart. Maar ja, als ze iets tekort hebben, geef ze dan taart. Hè? En die anderen die zitten daar honger te lijden. Maar Marie-Antoinette heeft dat helemaal niet door. En die zitten in haar wereld. En die twee werelden zetten we constant tegenover elkaar. En het is pas op het einde, als de vrouwen, want er is een bepaald moment dat 70 vrouwen met fakkels over de weg tot aan het kasteel komen, die ze verspreiden zich en dan zeggen ze, wij willen Marie-Antoinette, allemaal vrouwen, met fakkels. En die zeggen, ze moet naar buiten komen. En dan komt ze naar buiten en dan heeft ze eigenlijk door, oei, het loopt hier fout. En ze buigt dan voor het volk en ze zingt dan een heel mooi lied. Ja, dat extravagante zit in het begin. Maar na de pauze, hè, na een tijdje, is ze gestopt met dat extravagante. Dan is ze meer echt, heeft het gehad met al die adel. Ze heeft dan een tijd heel veel in doorgegaan. Dat was keer, dat is wel chic. Maar dan een tijd, ja, heeft ze dat gehad. En gaat ze het park nemen. En dan ziet ze, hoort ze dat het volk heel slechte dingen over haar vertelt. En dan... Ze snapt het niet, zeg, waarom zijn die namen zo kwaad op mij? En om de zien ze die vrouwen komen en we willen nu buiten en zij zijn slechte. En dan zegt ze, ik buig voor u, want ik wil wel naar u luisteren. Maar het is te laat, want ze willen ze. Ja. Dus, de meningen onder het volk is, ze moet eraan. Komt dat er ook? Is dat het einde van de... Dat is het begin ook. We beginnen met ontwaarding. We beginnen met het einde en we eindigen met het einde ook terug. We doen twee keer het einde eigenlijk, maar op een andere manier wel. Maar... En wat is de reden daarvoor? Ja, om te triggeren. Hè. Dat is ook wel bekend dat Marie-Antoinette onthoofd is. Hè. En ik vond dat wel tof om te beginnen met... Ja, ik vind dat wel knap. We beginnen met dat ze heel boos zijn op haar. We zien elkaar minder al staan en we zien eigenlijk al de hoofdfiguren al in het begin. Dan zeiden, ah ja, hoe zit dat hier in elkaar? Wie hoort met wie? Dat zie je al in het begin een beetje in die agressie. En bijvoorbeeld ook een twee mensen uit de revolutie, dat zijn twee hoofdrolspelers die elkaar heel graag zien, maar tijdens de revolutie gaan die op elkaar groeien, omdat de één eigenlijk al wat ontzag heeft voor Marie-Antoinette, die niet alles gelooft wat ze van zeggen, en die vriend, die gaat door aan de buur, klasje die twee. Dus dat liefde verandert in een klasje en zij trekt eigenlijk meer naar de gedachtegang van Marie-Antoinette. Dat zit ook zo wat in dan. Ontspoorde liefdesrelatie. Ja, eigenlijk door meningsverschillen over Marie-Antoinette. Over Marie-Antoinette, ja. Dat was in die tijd ook net zo. Ja, iedereen had, gelijk als nu ook, iedereen heeft zijn mening, hè, over bepaalde feiten. Hè. Wat maakt het kasteel van Wijnendalen de perfecte locatie voor deze musical? En hoe draagt deze locatie bij aan de algehele ervaring van het publiek? Nou, ik denk dat het een prachtige locatie is. Het is een historisch gebouw, heeft ook al wat historische waarden. Koningen hebben hier gezeten, alleen als je de geschiedenis ziet van dit gebouw. Dus het is echt wel een. Als je die tuin ziet, je zit precies in een tuin van Versailles. Het is heel mooi. En dan het water dat er dan onderaan zit. Ja, maar dat je dan dat Parijs dorp kunt creëren. Het is zo mooi, die twee die je tegenover elkaar zet, dat historisch gebouw daarachter. Want je hebt al een decor. Hè. Ja, je hebt niet zo'n groot gebouw hier ook. Het gebouw op zich gaat dat, ook als we naar Frankrijk gaan en of Oostenrijk, dan ga je aan de kleuren van het gebouw ook zien waar je zit. Hè. Dus dat gebouw gaan we laten leven natuurlijk. Hè. Dat staat er niet als donker ding achter. Hè. Ja. Dus, bedankt alleszins voor het gesprek. Graag gedaan. Dus, en veel succes. Ja, dank u. Want ik denk dat het mooi zal worden. We gaan er alles aan doen. Hè? Dank u wel. Ja, oké.